Opkomende Surinaamse ondernemers moeten de nodige ondersteuning krijgen om hun visie tot leven te brengen. Daarom is het de missie van de organisatie One Shot International, waarvan haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten zetelt, om deze ondernemers te helpen werken aan een duurzame toekomst. Dit door middel van het investeren van financiële middelen of bedrijfsadvies in de ondernemingsideeën naar aanleiding van het ondernemingsprogramma van de organisatie. En dit zegt Renato Archer, directeur van One Shot International. Maar we zoeken echt die mensen die echt die drive hebben, die wil om echt naar een ander niveau te gaan. Kijk, in de wereld, het is een heel kleine groep. Hè. Het is volgens mij tussen 1-5% van mensen die echt wel op het topniveau komen van ondernemerschap. Toch? Dus je moet het ook echt willen. Je moet ook door dat traject van vallen en opstaan willen gaan. It's not a fly-by-night dat je gelijk in één keer daar komt. Dus je moet echt die drive en die wil hebben om dit te willen doen. Kijk maar om je heen hoeveel ondernemers het gemaakt hebben. Geloof me, geen van ze zijn van het ene moment naar het andere moment een succesvolle ondernemer geworden. Frans Eersteling, management advisor van One Shot International, gaf aan dat vooralsnog de focus wordt gelegd op het ontwikkeling brengen van digitale bedrijven. Gezien de huidige ontwikkelingen is het zaak dat deze bedrijven de kans krijgen om tot hun volle potentie te groeien. Want als je denkt aan bedrijven exporteren, dan denk je aan vergunning, zeevracht, luchtvracht. Maar een digitaal product, dat heb je op het internet. Ja. Ja, we maken gebruik van Facebook en van WhatsApp, but they're not here. Meer hierover woensdag in ons programma In Gesprek Met om 5 uur op 12.1.